Het huidige geboorteoverschot wettigt de verwachting dat Nederland binnen 10 jaar een bevolking van 13 miljoen inwoners zal hebben. De Kamercommissie voor de Burgerlijke Veiligheid heeft aangedrongen op meer spoed bij de bouw van schuilkelders. Een herhaling van de weersverwachting. Zwaar betrokken. Regen met verspreide opklaringen. Regen met verspreide opklaringen. Nou, mooi weertje om te wachten. Wachten, dat is mijn wachtwoord. Ziet u, ik ben Piet Amstel. En mijn bezigheid is rijden met een taxi. Dat wil zeggen, soms rij ik hoor, even. En dan maar weer wachten op de klanten. Oh, een enkele keer komt er wel eens een hoor. Station, binnengasthuis, begraafplaats. Nou, en dan sta je weer. En dan kun je soms lang wachten hoor. Maar laat ik nou uitkijken. Is er nou al een taxi besteld? We zijn veel te laat. Ja, vreselijk. Hè? U wordt zo gehaald, heren. Over een half uur begint de voorstelling. Hoe lang heb je die pruiken hier gebracht? Nou, een uurtje geleden. Dacht ik het niet. Die pruiken hadden lang hier moeten zijn. Waar heb je al die tijd gezeten? Nou, ik ben op tijd op de tram gestapt, naast de bestuurder om er vlug af te komen, maar toen is die bestuurder me een mop gaan vertellen. Nou, en? Nou, heb jij wel eens een trambestuurder een mop horen vertellen? Man, hou nou alsjeblieft op, je werk maar op mijn zenuwen. Het is toch maar 5 minuten tremmen naar die kapper. Ja, maar toen ik hier was, toen was die mop nog niet uit. Kon die man toch niet met de woorden in zijn mond laten staan? Je moet toch beleefd zijn? Ik ben meegereden tot het eindpunt. Ik ben helemaal in plan West terechtgekomen. Hou op te pruiken. We moeten naar Carré. Alsjeblieft, heren. Taxi staat klaar, heren. Kom, vlug, weg. Waar naartoe, heren? Ja, de Carré, artiesteningang. Met spoed. Nou weet ik dat ze bestaan. Wat wie? Vliegende schotels. Dit is er een. Maar meneer, u bent er zo. Ja, ik kan even op het autokerk op. Nou meneer, u zal altijd nog in zo'n slee rijden. Ja, dat is een mooie wagen. Zijn de heren tevreden? Nou, reuze. Een moordtaxi. 1,60 heren, exclusief. 2 gekneusde ribben inclusief. Alsjeblieft. 20 even zijn nodig geweest om dat tot stand te krijgen. Kan u het wel missen, Fralen? Kapsones.
Zullen zeker een Rolls-Royce rijden voor een cent. Oh, goedemiddag. Juffrouw Mia. Kijk eens aan. Uw hemd ligt klaar, hoor. En keurig, al zeg ik het zelf. Ik zeg net nog tegen pa, het is een plezier om voor meneer te werken. Zulke mooie hemden. En zindelijk en fris. Ja, het is weer heel netjes, hè. Dan kun je tenminste weer mee voor de dag komen. Hebt u een eerste klasje te doen? Natuurlijk, pa. Meneer zit toch helemaal in het fijnere werk. Ja, het loopt steeds drukker. Ze kan zeker geen klanten meer krijgen. Het is maar weer vroeg vandaag. Wat een wonder. Moet je die wagen eens zien? Ik snap niet dat er nog iemand in wil rijden. Ik zeg nog tegen pa, ik zeg, het is allemaal even oud en smerig, zeg ik. Maar zijn vrouw zit even goed de hele dag op de piano te tingelen alsof er niks aan de hand is. Ja. Je bent lekker vroeg. Wil je wat eten? Ja, het staat op. We moeten even op Willy wachten, die heeft overwerk. Wacht ik wel. Wat zo slecht vandaag? Ach, dat is sof. Vergeet het maar. Wachten, wachten en nog eens wachten. En dan komen zo'n paar van die vrijers die naar Carré willen. Die maken een drukte en een herrie. Zo, je hebt toch geen ruzie gehad, hè? Ruzie? Nee, het is lollig. Dat heeft toch zeker geen bliksem meer aan die kaart? Dat weet ik zelf wel. Hoeveel zullen me niet te vertellen? Bij de volgende inspectie, dan hang ik. Dan ben ik de sigaar. Ja, maar als je hem nou nog eens een revisie geeft. Ach, dan komt er eens eens een end aan. Je kan er maar niet aan het reviseren blijven. Ja. Ik moet nodig een nieuwe hebben. Een nieuwe? Hm. Nee, dat kost nogal wat. Ja, 6000 piek, minstens. Zoveel hebben we niet. Nee. Jaren ben je ervoor aan het sparen. En net als je denkt, nou ben ik zover, hup, aan de prijzen weer omhoog. Ja. Maar zo kunnen we toch nooit wat voor de toekomst van de kinderen doen? Ja. Zou wel leuk geweest zijn als we Jantje naar de MTS hadden kunnen sturen. Ja. Jongen heeft een reuze aanleg voor techniek. Nou, en Willy dan? Je enige dochter. Als die nou eens wil gaan trouwen, nou, dan wil je toch wel wat meegeven. En zo. Maak je nou maar geen zorg. Blijf ik nog wel wat doorrijden in dat ding. Tot op mijn klanten op de keien zakken. Vader stond in de taxi. Oh, voor de verandering tenminste is geen paraplu. Nou, geef maar hier. Geef ik het morgen wel aan de centrale af. Maar daar hangt het aan. Willy Walde, Piet Muizelaar. Walde de Muizelaar? Maar dat zijn toch snip en snap? De kraai van hiernaast heeft ze gezien om je dood te lachen, zei hij. Die lui? Daar kan er geen lachje om laten. Ze vonden mijn wagen niet goed genoeg. Zeg, als je dan toch nog weggaat, haal Willy dan even af van de bijkoef. Ben je gelooft toch zeker niet dat ik voor die softkoffer van die lui nog even de deur uit ga? Wat zou erin zitten? Willem? Ja? Waar zijn de pruiken? De wat zei je? De pruiken, waar is het koffertje? Oh, de pruiken? Gewoon in het koffertje waar altijd de pruiken in zitten. Gewoon in het koffertje. Want zit niet zo stom te lachen alsjeblieft. Waar is dat koffertje? Je mag 3 keer rijden. In de taxi, hè? Geloof nooit dat we droog houden. Droomkoninkje. Wees een loze robot. Wie er dan nog eens even rekening mee houden dat er beneden 2000 mensen zitten te wachten op het optreden van de dame Snip en Snap. En meneer laat de pruiken wegrijden. Hoeveel fooi heb je gegeven? Wat heeft dat er nou mee te maken? Niks, maar ik wou over iets anders praten. Een imbecil, voel je dan niet? We hebben nog 5 minuten en de pruiken liggen in de taxi!
gaan we nou? Hulpeloos. Net de twee wezen. Als jij er maar zorgt dat de fruiken komen waar je ze vandaan haalt, haal je ze vandaan. In de Kerkstraat, er woont een oude werkster en die draagt een pruik. Nou, gaat die dan halen? Nee, die heeft er maar één. Maar er zal toch wel iemand in het gebouw zijn die een pruik draagt? Dames, ik zoek twee heren. Ja, dat zijn wij. Huh? Bent u dan hem of bent u haar? Dankzij dit haar ben ik weer haar. Piet mijn zilver vast. Ja, ogenblik, ben bezig. Tjewichter is die. Is dat een vos? Ja, het is al een oudje, trekt al van Drees. Ja, kijk, en dat heeft die wagen voor mij nog niet nodig, ziet u. Die trekt nog van zichzelf. Wou je soms een kopje thee bij me komen drinken? Dan zal ik wel wat petitvoertjes in huis laten halen, hoor. Nee, zonder gekheid. Voor het geval dat we zo'n luxe statieauto nodig hebben. Oh, juist ja. Piet Amstel. Oude Waal 98. Nou, je snap, bent u klaar? Ja, ik ga het mee. Nou, dag boy. We gaan ons geven. Het publiek roept om pin-ups. De straat. Weer naar benzine. Oh, voort, dan zal ik me parfumeren. Ja, doe. Ik krijg een heleboel klanten, allemaal vrouwen. Nou, vrouwen of mannen? Als ik wist dat ik klanten door krijg, dan zou ik het nog doen ook. Hij heb je sigaret, ik snak. Je weet heel goed dat ik dat niet prettig vind. Een meisje dat rookt. Ja, dat weet ik. Maar het is toch maar beter om er een te geven. Kindje, kindje. Dan ben jij ineens gauw opgegroeid. Gewoon niet meer bij te houden. Ik ben een hele dame geworden. Vandaag of morgen komt er een of andere meneer. Ik zou niet weten wie. Suffert, stomme Henk, kun je niet een beetje opletten? Ja, kan je met mij nou een beetje de kachelen maken? Wat heb ik nou op mijn fiets hangen? Ah, jullie met je taxi, jullie rijden mij raak. Wil je aanpakken, nog een beetje bruiner? Ach man, je zit helemaal aan de linkerkant. Je ziet me toch aankomen? Zal ik jou eens wat zeggen? Je moet in de tank gaan rijden, daar haal je voorrang. Ah, dat weet jij dan van tanks af. Jouw remmen durven niet. Mijn remmen zal het gedaan hebben. Terwijl jij eens een gek rijdt. Ach man, toen jij nog in de luiers lag, toen zat ik al langs de weg. Ja, zeker al in die taxi. Net goed voor de sloop. Hier, mijn dochter zag zelfs hoe stom je reed. Nee, dank u, ik rook niet. Oh, sorry. Nee, dat zie ik. Nou, laten we verder maar geen ruzie maken, dus er zal toch geen schade. Nou, daar bof je dan bij, meester. Ja, boffen doe ik. Thank you.
doet hij het niet. Showcase. Weet u soms een garage in de buurt? Ja, de mijne. Wilt u er dan heen slepen? Ik zeg laatst juist nog tegen pa, ik zeg als zo'n wasser zou kunnen spreken, hè. Wat zou je verhalen horen? Nee, ik vind het juist reuze interessant. Ik zou niet weten wat ik zonder mijn werk moest beginnen. Nou, een lief klein eigen huisje. Een eigen gezinnetje. Daar heb ik veel over nagedacht. Ik ben ook maar in mijn dode eentje. Ach, meneer, het komt zo onverwacht. Er is niets mooiers dan een verbintenis. Dat zijn jullie laat. Hoe komt er die vent beneden? Welke vent? Oh, een vent die tegen ons opbotste. Huh? Gaat vader zijn auto ook nog repareren? Ga even naar beneden, moeder. Even een handje helpen. Ga toe nou, liever. Het eten is klaar, alles verpieterd. Hij is al weg. Een reuzenare vent. Zo'n soort mooie man, weet je wel. Hou ik helemaal niet van. Oh, dat is jammer voor hem. Esra, heb jij het gehad vandaag druk? Oh, dassen verkocht. En toen heb ik ook nog een paar dassen verkocht. Zo. Als ik ooit trouwelijk een man die nooit dassen draagt. Of hele dure. Zeg, man. Ja, schat. Wat voor man wil jij vroeger hebben? Hè? Nou, dat is nou ook een vraag. Je vader natuurlijk. Ja, maar daarvoor? Oh, daarvoor. Ja. Eerst wou ik helemaal geen man. Ik wou doorgaan in de muziek. En toen kwam je vader. En toen werd alles anders. 22 jaar. Heb je er nooit spijt van? Spijt? Waarvan? Van die muziek. Oh. Ja, die muziek. Ja, maar schat, ik krijg er toch zoveel anders voor terug. Je vader. En jullie. Je bent een schat. Jullie hebben zorg, hè? Zorg? Nee, hoezo? Ja, jullie zijn lief, maar ik merk het toch. Waarover? Over geld? Ja. Ook. Ja, er zou eigenlijk een nieuwe taxi moeten komen, maar we hebben er geen geld voor. Ja, een nieuwe wagen is wel nodig. We schoten gewoon door die remmen bij die botsing. Nee. Alles is oud, zegt vader. Ja. Weet je wat we doen? We zijn heel zuinig. Ik ga niet meer naar de bioscoop, niet meer tennissen en ik koop geen nieuwe jurk. Nee, schat, nee. Trouwens, zo eenvoudig is het niet, liefje. We maken ons ook zorgen over jullie. Over jullie toekomst. Oh, niet doen, dommert. Ik trouw met een prins met kastelen. Of met een filmster met een heel wagenpark. En Jantje wil piloot worden. Dat betaalt reuze goed. Maak je hoofd er maar geen zorgen. Oh jee, mijn gas. Nou heb ik geen gaspenning meer. Oh, ik ga er wel even bovenin halen. Oh nee, lieverd, ik ga wel even. Je laat je niet door de waar zeggen, hoor. Dat weet ik niet meer, hoor. De toestand komt en gaat. Komt en gaat. Nee, dan zou ik eerst opnieuw contact moeten hebben. Zullen we dan maar even? Ja, maar mijn eten. We zullen eens zien of we contact kunnen krijgen met de toestand. Blijf dan maar eens rustig zitten. Zo. Handen voor je op de tafel. Ik zie duisternis. Uw hart is zwaar. Uw levenspad wordt door moeilijkheden gekruist. Ik zie tranen. Ach, ach. Maar de uitkomst is onderweg. Ja, ik zie uitkomst. Er komt een brief van over het water. Grote veranderingen hebben plaats.
Dat is heel mooi. Veel lichter. Er wordt een brug gebouwd naar de toekomst. U gaat op reis. Ik? Maar dat kan toch niet? En waar naartoe? Oh, stel voor. Heel mooi. Maar er is tegenhoud. Zei ik u al van het tegenhoud? Nee. Nee? Nou, pas dan maar goed op. Er is een man op het huis. Nee. Een blonde, die van ver weg komt. Ik heb een paar jaar geleden heel Java doorgelopen. En nog een stuk van Sumatra erbij. Met 30 pond bepakking. In de hitte. In de blubber. Nee, ik heb voor mijn leven genoeg gelopen. Geen stap doe ik meer als het niet nodig is. Ja, dat waren natuurlijk wel ervaringen. Hé Jan, had jij vader zijn schroeven draaien eens even uit de tas? Ziet u dat nou? Zo'n kind moest toch al lang aan tafel zitten? Nou, het is gewoon kinderexploitatie. Ik zeg nog tegen pa, ik zeg bij die lui gaat alles om de centen. Materialisten. Ze weten niet hoe mooi of het leven kan zijn. Net wat u zegt. Mia. Oh, Gunst, meneer. Oh, Gunst. Stoor ik? Ja. Het is na sluitingstijd. Neemt u me niet kwalijk. Maar ik wou even ernstig met u praten. Ziet u, we leven in een onzekere tijd. Komt u voor een collecte? Oh, nee. Maar we moeten aan de toekomst denken. Er kan tenslotte van alles gebeuren. En wat ik u nu wilde vragen is, hebt u wel eens over een levensverzekering gedacht? Ik? Een levensverzekering? Nooit. Veel te riskant. Maar mijn maatschappij is zeer solide. En wij verzekeren ook tegen brand, waterschade en ongelukken. Ongelukken? Dan moet u hiernaast wezen. Hier gebeurt nooit iets. Neem me niet kwalijk. Ik hoop dat ik niet stoor. Ziet u, ik wilde even ernstig met u praten. We leven in een onzekere tijd. Ja, dat klopt, ja. Maar kijk eens, hebt u wel eens over een solide levensverzekering gedacht? Oh, meneer, ik heb geen verzekering nodig. U dan, meneer. Ik hoorde dat u net een aanrijding hebt gehad. Een verzekering tegen ongelukken. Nou, het liep nogal los. Het was in elk geval geen ongeluk. En als het nog eens mocht gebeuren, u moet aan de toekomst denken. Aan de toekomst? Zal ik u even helpen? Vader, soep. Oh, dank je wel, kind. Jan, neem erin af. Oh, die derde kop die is zeker bedoeld als service voor de klanten, hè? Die is meer om de klant erop attent te maken dat we boven met het eten wachten. Als de rest net zo lekker is, blijven we nog een beetje langer. Tja, op u is niet gerekend. Er is altijd iets waar niet op gerekend is. Daarom moet u een verzekering nemen. Niemand rekent op ongeluk, ziekte, brand. En dan heb je nog storm, hagel, overstromingen, aardbevingen. Ja, allemaal dingen die je de das om kunnen doen, hè. Dat is waar, je. U moet aan de toekomst denken. Aan de uwe. Aan de zijne. Aan die van haar. Daar moet u iets voor doen. Dat mag u niet aan het toeval overlaten. En wie zegt u dan dat u niet aan de toekomst denkt? Man, ik piek er dag en nacht over. Maar helpt een verzekering soms iets voor deze idiote tijd? Misschien hebt u wel gelijk. Verzekeringen, geld, dat helpt niet tegen pijn en angst. Tegen zorg en verdriet. Tegen ouderdom en eenzaamheid. Sommige dingen zijn niet te verzekeren. Die zijn onherstelbaar. Ja. Ik zal er nog eens over denken. Kom je dan maar eens een keertje langs. Ja.
uit, denk je? Hoe weet jij dat ik nog niet slaap? Dat merk ik toch. Nou, wat denk je? Aan alles. Er was een man bij me in de garage, die wilde me verzekeren. Maar daar pieker je toch niet over? Nee. Of eigenlijk toch wel. Want die man die gaf me zo het gevoel dat er helemaal geen zekerheid bestaat van niks. Je leeft maar door en je weet niet waar je terechtkomt. Neem de kinderen nou, Willy. Wie weet met wat voor een soort man die nog eens aankomt. Ze is nog zo jong en wat weet zo'n kind wat de mens in het leven te wachten staat. En straks is er misschien nog niet eens een huis voor er ook. En wij zelf, we sappelen en ploeteren en doen ons best. We piekeren over onze taxi. En langzamerhand zakken we af. En we merken het niet eens, zo langzaam gaat het. En ondertussen worden we maar steeds ouder. En neem Jantje nou eens. Waar groeit zo'n jongen voor op? Ach, wat een wereld. Steeds meer mensen. En steeds minder zekerheid. Je moet niet zo pieken. Oh nee, moet ik het dan allemaal op mijn beloop laten? Ja, maar het hoeft toch niet allemaal zo somber te zijn. De toekomst heeft toch ook nog wel iets vrolijks en goeds voor ons. Ja, ja. Ik was vanmiddag nog even bij madame Virgo. Oh, heb je je weer eens laten waarzeggen? Krijg je weer een brief over het water? Hoe weet je dat? Nou, dat zeggen die lui toch altijd. Maar dan is het altijd de rekening van de schoenmaker op de gracht. Ja, weet je wat ze zei? Nou? Er komen veel veranderingen, zei ze. Moeilijkheden kruisen ons pad. Maar uitkomst is nabij. Ja, en dan wordt alles weer licht. Weet je, ze zei toch zoiets geks, hè? We gaan op reis, zei ze. Nou ja. We zullen maar afwachten.
ze hun huizen. Gaan de straten op. Miljoenen, 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 miljoenen. Duurend, vechtend, elkaar verstrappend. Een plaatje op de wereld. Blijf me weg. Blijf me weg. Er komen de miljoenen. Blijf me weg. Ze lopen ons onder de voet. Ze zullen ons verlaten. Blijf me weg. Van de massa. Jij was niet bang voor de ongewisheid van het leven. Je hebt gelijk. Jij hebt geen toekomst meer. Het is er. Wat heb je? Ik droomde. Wat een verschrikkelijke nachtmerrie. Ah, je lag natuurlijk verkeerd, hè? Nee, ik lag goed. Maar die taxi deed het weer niet. Dat ik van dat ding dan over dromen ook. En dan was er nog iets met die man, die verzekeringsagent van vanmiddag. Iets over weggaan. Vluchten. Voor miljoenen mensen. Jij piekert te veel. Wellicht dat ik pieker. We moesten wat doen. Als jij maar zegt wat. Wat je daarnet droomde. Dromen zijn bedrog. Je zei toch iets over weggaan, hè? Weggaan? Ja. Weggaan. Niet altijd af zitten wachten wat er gebeuren gaat, maar... Weggaan. Naar een ander land. Huh? Emigreren bedoel je? Ja. Ja, er zijn landen waar mensen te weinig zijn en waar een toekomst is voor de kinderen. Emigreren, wat een idee. Nou, vind je het nou zo gek? Nee, dat niet, maar... Het is geen kleinigheid wat je daar zegt. Nee. Het is toch iets... Om eens goed over na te denken. Laat lekker. En gelijk dat ik hem zie, denk ik, dat is een wagen voor Amstel. Nog geen 50.000 gereden, ziet er piekfijn uit. En dan de prijs? 5 mil is geen geld voor die kar. Ik denk nog zo, als jij hem niet pikt, dan pik ik hem. Nou, moet je doen. Nee, zo ben ik niet. Jij hebt harder een andere wagen nodig. Bij de volgende inspectie wordt hij afgekeurd en dan hang je met je broodwinning. Ik heb die vent gezegd dat jij even lang zou komen, maar doe het gauw, want anders is die kar foetsie. 5.000 pop is gewoon cadeau. Ik heb geen klein geld bij me. 5.000 piek, waar moet ik dat vandaan halen? Zee, fellas. Dit is een taxi. Een taxi, meneer? Ja, taxi, oké. Take it easy, boy. I like to see the signs. Waar heen, meneer? Javakade. Oh, Javakade. Ja, I snap. That's where my ship lies. Ja, yes. Australië, emigranten, Holland. What's that, Amy? Oh, emigrants? Ja, ja. Yes, many people from Holland. But they don't bring clogs. Maar kennen die lui dan nogal wat, ik bedoel, plenty werk daar? Werk? Sure. Australia is a big country, see? Very big. Why don't you come yourself? Ik, hè? Ja, yes, me, praktiseren me. You know, there are good jobs for technicians. Can you do repair jobs? Garage work? Garage. Ik ben monteur. Monteur van garage me. You know? Ah, garage. Fine job. My brother does it too. Plenty work in Australia. Say, what's your address? What? My address? Oh, waar ik woon. Dat is mijn adres daar. Oh, that's fine. I will ask my brother if he has a job for you. Might be easier. I will write you about it. Nee, 378.
208 meer. De moeder van Keesje Bagger werd naar de afdeling gevonden voorwaarden begeven. Wordt er geholpen, meneer? Niet bepaald. Juffrouw Willy, dat u meneer even had. Meneer Wenst? Afspraak. Afdeling afspraken, tweede etage, lunchroom. Wij verkopen hier alleen tassen. Goed, in de lunchroom dus. Hoe laat? Nee, ik maak geen afspraak. Wilt u mij eens een paar van die wollen dasjes van 3,95 laten zien? Bedoelt u dit dotje, meneer? Nee. Nou, ik het zie, heb ik toch maar liever een afspraak. En ik maak geen afspraken met vreemde man. Met wie dan wel? Met vrienden en zo. Nou, maar dit is alles toch goed? Ik heb al soep van je gekregen. Ik ben kind aan huis bij jullie. Hoogstens kind in de garage. Oh, maar ik kom wel verder. Trouwens, ik val erg mee als je me beter leert kennen. Dat mag dan ook wel. Dus spreken we af. Neem dit blauwtje maar. Had die mama één been? Nee. Hey, die andere klomp die was hier ergens op zijn 11 kroegen toch kwijtgeraakt. En moet je die man dat ding nou achterna gaan brengen? Nou, ik moet je zeggen, ik denk er sterk over. Het lastige is alleen dat hij nogal een beetje ver weg woont, zie. Mag ik mee voor de gezelligheid? Best hoor, maar denk er even aan dat het Australië is. Australië? Voorgoed? Nou ja, kan het bizar, maar we denken er alleen nog maar over. Even kijken wie er is. Zeg, het schijnt dat een goede vakman daar in Australië nog wel vooruit kan komen. Maar verder schijnt het nog allemaal niet zo gemakkelijk te gaan hoor. Een meneer? Oh, bent u nog aan het eten? Ik kom zomaar binnen waaien. Kwam u voor mijn man? Ja, ik kwam nog even met mijn marentje. De motor is al niet in orde. Nou, ik zal direct wel even kijken, maar ik eet eerst even af. Hè. Gaat u zitten. Ah, schat, mag meneer hier even zitten. Mag ik vast naar beneden? Goed, lieve. U maakt van die enorm lekkere soep, hè? Wilt u wat mee eten? Kom maar al aan. Meneer is toch kind in huis. Nou, het is hierboven gezelliger dan in de garage. Zal ik voor u ook mijn moeder spelen? Mijn man vertelde dat u in Indonesië bent geweest. Bevalt het u hier? Ach, toen we daar waren, snakten we naar hier. En nou we hier zijn, verlangen we weer terug. Je moet eerst je draai kunnen vinden. Ja, maar uw familie zal toch wel erg blij geweest zijn dat u weer heel uit thuis was, hè? Ik heb geen familie meer. Sinds de oorlog. Wat is er met de motor? Hij wil niet starten. Hoor ik wat? Die Jan. Je hebt al aardig verstand van motoren, hè? Ik ga zelf ook maar even naar de garage. Bent u weer fijn geholpen? Dat zou zeggen, ik heb nog een afspraak. Zo, Joch, draait die alweer? Oh, dat was niets. Nou, niks. Zo eenvoudig is het niet. Heb je aardig gauw gevonden, zeg. Je begint al flink verstand te krijgen van motoren. Ik zal maar gerentenieren, kun jij het werk later doen. Dat wil ik best. Ja, maar denk om de bocht, hoor, jongen. Vertel eens, kereltje. Weet je nou wel wat je later worden wil? Hm? Nou, piloot of ontdekkingsreiziger. Net als ik vroeger. Nou jongen, begin dan maar met techniek. Hè? Als je dan later wat kan laten leren, is dat tenminste een vak waar muziek in zit. Gaan we dansen? Mag het? Dat hadden we eigenlijk al veel eerder moeten doen. Ja.
Als mijn moeder me niet gedwongen had, was ik hier niet. Doe niet net alsof je het niet leuk vindt. Je danst erg goed. Waar heb je dat geleerd? Van mijn vader. Erfelijke belasting. Weet je dat je leuke ogen hebt? Ga je me nou je liefde verklaren? Ja, precies. Nou, je me twee keer ontmoet hebt, ben je zeker weg van mijn prachtig karakter, hè? Maar je moet mijn hand erbij vasthouden, anders is het niet echt. Vind je het erg als ik zeg dat ik het echt meen? Het is jammer dat we elkaar niet eerder hebben ontmoet. Die blauwe das staat je niet, die moet je niet meer dragen. Zullen we gaan dansen? Jim, wacht even. Ik wou je iets zeggen dat je misschien moet weten. Mijn vader en moeder hadden het erover om te gaan emigreren. Emigreren? Ja. En als dat doorgaat, dan moet ik natuurlijk mee. En ik heb zo het idee dat het gebeurt. Maar ik heb je net gevonden. Dat kan toch niet? Kan wel. En misschien moet het ook wel. Vader en moeder hebben zorgen. Daar moet ik ook rekening mee houden, zie je? Kom. Wil jij weer zitten rekenen? Ja, voor de 100ste maal. Nou, die nieuwe wagen, die kunnen we ons wel uit ons hoofd zetten. Dat gaat niet, hoor. Ja, maar toch hoor ik wel eens van mensen die emigreren, terwijl ze helemaal geen vak kennen. Ja. Ja, die gaan als ongeschoolde arbeiders. Ja, en dan lol dat ze hebben. Nou, laat ik je dan maar zeggen dat ik juist gehoord heb dat ze daar in Australië alleen maar geschoolde arbeiders toelaten. Oh ja? Ja. Hoe weet je dat? Dat hebben we ook geïnformeerd. Over Australië? Ja. Vragen kost niks, niet waar? Nee. Alleen omdat je tirelier zou je al gaan emigreren. Alleen daarvoor? Nee. Ook nog wel voor wat meer. Maar zoiets kunnen we toch niet ineens beslissen. Er zullen nog zo'n hoop bezwaren aan vastzitten. Ja, maar jij bent toch een goede monteur. En goede vaklieden komen er altijd terecht. Hoe weet jij dat? Dat heb ik nou eens geïnformeerd. Oh. Maar nee, laten we dat nou nog maar niet beslissen. Laten we nou eerst nog maar even afwachten. Ja, maar waarom nou wachten en waarop? Weet je, huh? Terwijl we wachten, groeien de kinderen op. En de auto's worden duurder en wij worden ouder. Dus niet wachten. Immigratie is dus een ernstige zaak. Het is een stap die u vooral niet lichtvaardig mag doen. Australië is een mooi land, een groot land dat ongetwijfeld aan velen nog een plaats en een toekomst biedt. Maar denkt u nou vooral niet, dames en heren, dat de Australiërs op de kade aan u staan te wachten. Het zijn vriendelijke mensen waar u ongetwijfeld mee zult kunnen opschieten. Maar zij verwachten van u dat u hun taal zult spreken, dat u hun levensgewoonte zult aannemen en bovenal dat u door hard werken zelf uw eigen plaats en uw toekomst zal weten te veroveren. U moet zich grondig voorbereiden. Bedenk wel, wanneer u gaat, is er meestal geen terug meer mogelijk. Wanneer u dus gaat, gaat u voorgoed. En dan zult u pionierswerk moeten verrichten. En ja, u moet natuurlijk voor uzelf uitmaken of u daarvoor wel uit het goede hout bent gesneden. Begrijp vooral goed, dames en heren, dat wij geen propaganda maken voor emigratie. Wij willen u er beslist niet heen lokken met het vooruitzicht dat u naar een paradijs gaat waar het geld op straat ligt en iedereen in een dure slee rijdt. Maar wanneer u weg wilt, dan staan wij u bij met raad en daad en dan geven wij graag objectieve voorlichting zodat u het voor en tegen goed tegen elkaar zult kunnen afwegen. Wanneer iemand nu misschien nog speciale vragen zou willen stellen, dan zal ik die natuurlijk heel graag beantwoorden. Meneer, ik werk op een kantoor als facturist, maar ik geloof niet dat die in Australië gevraagd worden. Kan ik me nu aanmelden als landarbeider? Nee, want ook landarbeiders moeten geschoolde krachten zijn. En dat word je natuurlijk maar niet zo. Zelfs niet, al heb je dan misschien wel eens je eigen tuintje omgespit. En u, mevrouw? Meneer, mag ik ook mijn stofzuiger meenemen? Jazeker, dat kan hoor. U mag tot een bepaald bedrag huisraad meenemen en daar kan best een stofzuiger bij. Meneer, ik wou ook nog even wat zeggen. Ja, ziet u, ik zal het zelf wel rooien. En mevrouw, die is er ook niet te beroerd voor, maar hoe zit dat nou bijvoorbeeld met die jongen van me? Want die zou ik wel graag wat willen laten leren, ziet u. Oh, dat kan, meneer. Kijk, hij moet natuurlijk eerst het Engels onder de knie hebben, want anders kan hij daar geen lessen volgen. Ja. Maar dan is er ruime keus van scholen. Vooral in de grote steden. Oh ja, middelbare en technische scholen. En ook moderne universiteiten. Ja, die meneer daar. Wat moet ik doen als ik heimwee krijg? Ja, meneer, dat wordt heel erg moeilijk. Als u er aanleg voor hebt en u bent bang dat u er last van krijgt, ga dan vooral niet. Ik zou graag iets willen weten.
is Australië eigenlijk een republiek en heeft het misschien ook een volkslied en zo? Australië is een federatie van staten. Er zijn 6 staten die samen een democratische natie vormen. En deze natie is weer een onderdeel van het Britse gemenebest. Een dominion. Het staatshoofd van dat dominion is koningin Elisabeth van Groot-Brittannië. Het volkslied van het land, dat misschien uw nieuwe vaderland wordt, zal ik u even laten horen op de grammofoonplaat. Oh, dat weet ik niet, lieve. This is a grammar. U leert Engels? Ja, schat, maar zover ben ik nog niet. The record is on the gramophone. Oh, schat, ik hoor wat. The gramophone is on the table. Is dat voor een lawaai hier? Maar ik wil een gekke huis. Dat is ons Engels te leren, hè? Nou, je moet er wat voor over hebben, hoor. Oh, het is reuze leuk. Mag ik hem meenemen naar boven? Ja, schat, maar wel voorzichtig, hoor. Ja, als ik hem maar niet hoef te horen, want mijn kop zat er op het ogenblik niet naar. Je zou het toch al moeten geloven. Ik heb anders vandaag een wagen gezien, zeg. Ja? 5000 piek. Ja. Als ik die nou zou kunnen kopen. Ja. Ja, ik weet dat ik het nooit gekend had, maar het gaf me toch even te denken. Ja. Wat ben jij mooi? Wat is er? Ga je uit? Ja, ik ga uit. Zo, en met wie is ik vragen, man? Ja, met jou natuurlijk. Willy gaat uit vanavond met Jim. Toen dacht ik, laten wij het dan ook eens van nemen. Nou, het zit erop. Kijk eens, daar, op de schoorsteen. Vrijplaatsen voor Carré? Mm-hmm. Dat is aardig van Walden en Muizelaar. en nog wel logeplaats? Ja, maar schiet nou op, je goede pak hangt al klaar. Hé, mam? Ja. Dag, meis. Ja, die lamme jurk kan ik niet dicht krijgen, wil u even? Oh, wacht maar even, schat. Is Jim er al? Nee, nog niet. Oh, dan loopt hij nog vast ook. Nou, ga hem maar even mee, schat. Wat zegt vader ervan dat ik weer met Jim uitga? Nou, ik geloof niet dat hij het gehoord heeft. Toe, schat, sta toch even stil. Maar wat hij ervan zal zeggen... Zo. Oh, ben jij het? Ja, Jantje heeft me binnengelaten. Is er weer wat met de motor? Oh nee, ik kwam eigenlijk Willy halen, we zouden uitgaan samen. Zo? Geef me eens even die tas aan. Zo, kom je Willy halen. Mm-hmm. Ga zitten. Mm-hmm. En gaan jullie samen uit? Loopt dat niet een beetje veel in de papieren? Oh nee, we doen het kalmpjes aan. Dat hoop ik, ja. In ieder opzicht. Kijk, wij zijn een beetje zuinig op onze dochter, begrijp je? En we zouden het heel erg beroerd vinden als ze zich misschien wat in haar hoofd zou gaan halen wat niet door kon gaan. Je weet dat we gaan emigreren, hè? Mm-hmm. Juist. En zij ook. Ja, dat heeft ze me verteld. En? Nou, ik ben er erg van geschrokken. Geschrokken? Waarom? Omdat... Nou ja... Ik hou van Willy. Dat is wel gauw. Nou ja, mij is het eigenlijk net zo gegaan, jongen, toen ik mijn vrouw leerde kennen. Het was op een muziekavondje van onze vereniging, daar speelden ze piano. Maar ik had toen een goede baan, zie je, dus het was een heleboel gemakkelijker. Hoe is het eigenlijk met jou? Nou, toen ik uit Indonesië terugkwam, had ik een beetje geld. Maar, ja, ik kan erg moeilijk wennen op een kantoor of zoiets. Maar ik ga nu echt iets aanpakken. Nou, ik hoop het voor je, jongen. Maar in ieder geval, maak het er niet te moeilijk, hè? Kijk, wat jullie tweeën voor elkaar voelen, dat kan ik niet verbieden.
Maar je begrijpt dat we er hier niet achterlaten als... Oh, is Jim eraan? We moeten opschieten, het is al laat. En ze wachten niet op ons in Carré. Taxichauffeur op de hoek van het plein zit te wachten op iemand die haast heeft en ergens moet zijn en gaat jachten. Hij wacht en hij wacht en hij weet niet op wie. Soms wacht hij een uur en soms zijn het er drie. In het drukke rumoer leest hij rustig zijn krant, maar plots kijkt hij op, er nadert een klant. Een meneer met een baard, een toeriste met een kaart en een zeeman die vaart op een aap zonder staart. En een juf met een toet of een vlakte met een hoed. En een duif met een doffer en een kriel met een koffer. En allemaal hebben ze haast, en allemaal hebben ze haast. Haast. En als het voorbij is, dan gaat hij weer staan om te wachten. De uren verglijden, de dagen vergaan en de nachten. Rondom deint de stad als een woelige zee. En soms brengt een golf dan een vreemdeling mee. Hij ziet een gezicht en vergeet het straks weer. Een mens in een taxi, een flits in het verkeer. Een meneer met een baard, een toeriste met een kaart. En een zeeman die vaart, of een aap zonder staart. En een juf met een toet, of een vlakte met een hoed. En een duif met een doffer en een kriel met een koffer. En allemaal hebben ze haast, en allemaal hebben ze haast, 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 haast. Dat je mijn hand vasthoudt, maar zou ik hem even mogen lenen? Ik moet mijn neus proeren. Dat is mijn zwakke punt, die glimt altijd. Wees nou eindelijk eens ernstig. Als ik ernstig word, ben ik bang dat je gaat proberen me te verleiden. Natuurlijk, dan ga ik proberen je te verleiden om hier in Holland te blijven. Waarom? Ik heb me nog maar pas. Heus, gebroken harten zijn uit de mode. Eindelijk heb ik eens een lief meisje ontmoet, dan gaat ze emigreren. Oh, er blijven nog een heleboel lieve meisjes hier. Jenny, ik wil je iets vragen. Iets heel belangrijks. Hallo, Jim. Hallo, Jim, ouwe jongen, waar heb jij al die tijd gezeten? Hallo, Harry. Hi, Jim. Hallo, Dick. Wat doen jullie hier? Nou, patrouille natuurlijk. De laatste keer dat we hem zagen, lag hij lekker in het hospitaal in Samarang. Ja, bij de zustertjes. En vertroeteld. Zeg, we steuren toch niet? We gaan wel weg. Oh, dat is niet nodig. Als oude vrienden van Jim mogen hier er best bij komen zitten. Ah, ik heet Dick. En dat is Harry, Willy Amstel. Je meisje? Je vraagt meteen hoeveel. Zeg, Jim. Weet je nog hoe wij die vorige cliënt hebben? Die een aapje wou meenemen voor zijn vrouw. Op het laatst had hij er wel 11. Ja, ik wou vast dat hij met kerstmis heeft opgediend als kerstkoen. Ja, hoe warm het was en hoe ver. Ja. En wij maar lopen.
Maar Londen, we gaan het. Oh, en toen jij die kokosnoot stuk sloeg. En laat het nou een lamp mee geweest zijn. En gelachen dat we hebben. Ja, 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 dat was heel lollig, ja. Enfin, ik leef nog. Ja. Zeg, wat doe je voor de kost? Ik leef van mijn pensioen. Nou. Zeg, wat is dat? Camel? Ja. Zijn die hier te krijgen? Plenty. Voor ons wel. Ja, ik. Wendy. Zeg, ik ben hier niet gekomen om te zitten. Zitten? Je hebt in Indonesië niet anders gedaan. Mag ik even met je meisje dansen? Dat zullen we zelf moeten vragen. Zullen we even? Hé. Je kijkt zo somber. Heb je trouwplan? Ik wel. Zij niet. Ja, ik heb ook weinig aan te bieden. Ah, deze tijd is toch van alles te matsen. Maar rode ruggen zijn makkelijk te verdienen. Hoe dan? Kom maar eens een keer met ons praten. We hebben nog wel eens een makkelijker, weet je. Zal je daar de rest geven? Dat kan je ons middags altijd vinden. Luxorbar. Rekenkent. Kom eens langs. Zo lang. Tot ziens. Zo lang. Kom eens langs, hè. Ik wilde me iets zeggen, straks voordat de jongens kwamen. Ja, we kunnen beter over iets anders praten. Ik ben een vrouw, Jim. Dat weet ik. En vrouwen zijn ontzettend nieuwsgierig. Nou, weet je het? Wat? Waarom zou ik je zoenen? Sommige mannen vinden dat een sport. Wees niet zo cynisch. Ik ben alleen maar modern, voorzichtig. Ik zoen niet omdat ik van je hou. Echt van je hou. Van het eerste ogenblik af dat ik je gezien heb. Ja, maar je moet een beetje oppassen. Je doet zo onstuimerig. Straks zien ze ons nog. Wie? Die daar? Ja. Laten die nou maar eerst naar hun eigen kijken. Met een ondegelijk gedoe. Ze gaat emigreren. Ja. Ze zit nou nog met een vreemde jongen. Wat fijn, hè, dat wij anders zijn. Is bij jou zo veilig? Oh ja. Ik vat het leven ernstig op. Ik heb altijd diep nagedacht, weet je. Ja, dat weet ik, jongen. Ik zeg laatst nog tegen pa, ik zeg, wat fijn, hè, zeg ik, dat hij zo diep nadenkt. Ik zeg, hij is echt een ernstig persoon. Weet je wat ik gedacht heb? Ik dacht zo, laat de Amstels maar emigreren. Dan komt hun woning vrij. En het zou wel net een mooi nestje voor ons zijn. En als ze nou hun meubels gaan verkopen, dan moeten wij maken dat we erbij zijn. Want die gebruikte boel gaat natuurlijk weg voor een appel en een ei. Oh. Jij denkt ook aan alles. Stel je voor, een slaapkamer aan meublement.
O, gunst, jongen. Wat is het leven toch heerlijk. Moet je eens eventjes naar de sterretjes kijken. Het is net ajour in de lucht. Wat is er nou weer een mooie gedachte van je, engeltje. Ik weet niet wat ik het meest aan je bewonder. Je gestalte of je geest. Ik denk er niet aan. Maar jij hoeft toch niet te emigreren? Dat je ouders zich zoiets in hun hoofd houden? Ze doen het vooral voor ons, voor Jan en voor mij. En ik hoor bij ze. Nog wel. Maar je moet toch ook in je eigen toekomst denken? Ik bedoel, hou je daar niet van? Ik zoende je toch? Sommige meisjes vinden dat een sport. Maar ik denk juist aan de toekomst, Jim. Maar ik wil met je trouwen. En als ik dat nou ook zou willen, geloof je dan dat het zou kunnen? Denk je dat ze het goed vinden dat ik hier alleen achterblijf om daarop te wachten? Ja, ik weet dat het belachelijk klinkt. Ik heb niks om je aan te bieden. Maar ik wil alles doen om gauw te kunnen trouwen. Heus, ik wil alles voor jou doen. Tot nog toe was alles doelloos, maar nou heb ik iets om voor te werken. Maar je hebt toch geen werk? Maar ik kan zo een baan krijgen, morgen al. Ze hebben me al een paar keer aangeboden bij een grote maatschappij. En dan kunnen we gauw trouwen. Geloof je dat? Natuurlijk, ik ben er zeker van. I go up to my bedroom and switch on the electric light. I take off my shoes, undress, and put on my pajamas. Then I get into bed and switch off the light. Yeah, put your ear. Put your ear. I get into my bed and switch off nee. The light. Nee, dat zei je verkeerd. Wat dan? Jij zegt bed, maar het is bed. Ik zeg geen bed, ik zeg bed, zeg. Bed? Bed. Ja. Vallen dat ik er maar in lag. Ja, maar zo leer je het nooit. En toe, Willy, kom jij eens een beetje Engels met me doen. We zijn twee is twee gezelliger. Nou, lieverd, ik ben al aan de 13e les. Met je vader wordt het niks. Hoeveel ben jij? 10e, geloof ik. Zo, mooi. Lesson 13. 13th lesson. My bedroom. Oh, lieverd. Wat is er nou? Niks. Of een heleboel. Ik wil eigenlijk niet mee. Ik hou van Jim en we willen trouwen. Dan kan ik niet mee. En jullie zijn allemaal zo lief. Nou, is dat nou zo, hè? Bent u niet boos? Boos? Wel, nee. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Het is een heel aardige jongen, maar om hem nou direct als schoonzoon op mijn dak te krijgen. Nou, je schoonzoon is hij nog niet. Zo'n haast is er niet bij. Ja, maar ik hou van hem, echt. Maar we laten jou hier niet achter met een vreemde meneer. Jim is toch geen vreemde meneer? Nou, kalm nou, lieve. Doe, wij zijn ook jong geweest, hoor. En we gaan alles nog eens rustig bepraten. En daar hebben we toch de tijd voor. Nog maanden. Welke boel is die? Ja, wat is dat? Dat jij nog niet hier bent? Vooruit, schiet op. Oh, zeker, Rits. Wat ik niet weten mag, hè? Wat moet je hier eens zien? Wacht, de postbode net. Mag ik de postzegels hebben? Er zit er een bende op. Luchtpost uit Sydney, Australië. Wat kan dat nou wezen? Nou, maak dan open. Nou, kalm man. Beste meneer Amstel, ik laat deze brief schrijven door een Hollander die ik hier ken, omdat uw Engels niet best was. Maar ik ben mijn klomp kwijt en ik wilde graag weten of u die gevonden hebt. Met vriendelijke groeten, George Smit. Oh, dat is die Australiër. Je weet wel van die klomp. Oh. Oh, daar staat nog een PS ook bij. Ik heb met mijn broer over u gesproken. Hij heeft direct werk voor u, want er is gebrek aan goede automonteurs. Hij heeft het al opgegeven aan de immigratieautoriteiten en u kunt dus met uw familie direct een visum krijgen en zo gauw mogelijk vertrekken. Hoe eerder, hoe beter, heeft mijn broer gezegd. Nou, we hebben helemaal niet veel tijd meer. Maar wat moeten we doen? Wat we moeten doen? Achter de visum zal zitten natuurlijk. En dat gaat nou vlot hoor, nou dat kinderen een baan hebben. En dan passage bespreken en zo gauw mogelijk onze spulletjes verkopen. Met wat we op de spaarbank hebben en het geld wat de taxi in die meubels opbrengt, dan komen we er net met z'n viertjes. Wat een nieuws, hè. Wat een best nieuws. Ik ga wel even. Je zal eens zien, hoor. Die meubels die brengen nog aardig wat op. Wat is er? Je trekt een gezicht alsof er een ramp gebeurd is. Om Willy?
Goedenavond allemaal. Mogen we zomaar eens komen binnenvallen? Ik zeg nog tegen pa, ik zeg, we moesten toch eens eventjes bij de familie Amstel aanwippen. Ik dacht al, we zien onze buren veel te weinig. En een goede buur is beter dan een verre vriend. Gaat u zitten. Kom, Jochie. Ga jij naar je bedje, hè? Een verre vriend? Dat wordt het nou, hè? De hele buurt kijkt ervan op dat u gaat emigreren. Nou, dat is een hele stap en dat op uw leeftijd. Maar jij kan er best in komen, hoor. In die gammele taxi zit er ook geen brood meer en uw dochter staat per slotverrekening ook niet voor de plezier in de bijenkorf. Echt tegen mijn dochter, kind, zeg ik, je weet niet hoe best je het hebt. Altijd thuis en nou die zekerheid. En dan staat er met de vaste positie. Hij hoeft niet bang te zijn voor slechte tijd. Hoe slechter, hoe beter. Ons buffet kan erin. Ja, maar jullie niet. U wilt toch niet zeggen? Ja. Ik wil zeggen dat jullie bij ons in een verkeerd adres bent. Je moet bij het huisvestingsbureau zijn voor een woning. Maar niet bij ons. En verder zal u ons wel excuseren als wij nog een beetje doorgaan met hier te wonen. En ik zeg nog tegen mijn aanstaande, ik zeg de Amstels zullen blij zijn als ze weten dat hun huis zo keurig bewoond gaat worden. Nou zeg, gelukkig is ook wel. Ben ik laat, hè? Ja, wat is er? Is er iets gebeurd? Laten we even gaan zitten. Ik heb zo gerend. Vertel eens gauw, wat is er gebeurd? Ik heb het ze verteld. Van ons. En dat ik niet mee wil naar Australië. Waren ze kwaad? Nee, maar toen kwam er een brief. Een luchtpostbrief uit Australië, zie je. En vader heeft een baan. En nou gaan we al veel eerder, al heel gauw. Wat bedoel je met wij? Nou, zij bedoel ik. Maar... Willy, ik heb er nog zoveel nagedacht. Weet je, die baan die me beloofd was, dat gaat niet door. Ja, het is overal hetzelfde liedje. Ach, ze kunnen je niet gebruiken als je geen diploma's hebt en in krimping. Maar schrik maar niet. Ik heb een ander plan. Ik ga ook emigreren. Ga je mee? Met ons? Meegaan, dat zou wel niet lukken, maar ik kom 1 of 2 boten later. Komt, ik heb nog een massa te regelen hier. Maar het geld voor de passage. Het is ontzettend duur. Oh, het geld. Nou, daar weet ik wel iets op. Maak je daar maar geen zorgen over. Moet je hebben voor dat wrak? Wrak? Hij loopt nog als de beste. Ja. Gisteren pas 17 geworden. Nou ja, hij is niet nieuw meer, maar 1600 pop is hij toch zeker nog waard? Dan moet je toch bij handen wijzen, jong. Wat had u dan gedacht? Ach, het is toch sloop. Oud roest. 200 gulden. En geen cent meer. 200? Maar hij loopt nog best. Ik heb geld nodig, ik moet emigreren, dit is alles wat ik heb. Hij staat toch prima op zijn banden? Nou, als dat nou alles was wat ik bezet, dan ging ik toch ook emigreren. En wat doe jij vannacht, Teddy? What? What are you doing tonight? Tonight I'm ready with the stuff. As in... Wat denk jij ervan, zus? Ik denk dat je een aflegger bent, Dickie. Je bent een aardige jongen, maar jullie worden steeds duurder. Hebben we die knul eigenlijk voor nodig? Hoe weet u veel? Je hebt ons nodig voor het risico. En dat moet je betalen. Ik geloof toch niet dat we het voor onze lol doen? Wacht even. Hallo, Jim. Hallo. Hi, Jim. Verroest. We hebben het vanochtend juist over je gehad. Ja, ik kwam hier toevallig langs. Er komt mijn garage hier vlak in de buurt, zie je? Ga zitten. Ja. Heb jij een wagen? Ja, te koop. Het is een ouwetje. Zeg, jullie zeiden toch laatst dat je iets voor me wist te verdienen? Ja. Maar als een Indonesië wat te organiseren viel, deed toch ook nooit mee? Nee, maar dat waren vieze zaakjes. Ja, maar geld stinkt niet. Nee. En als je in dit kleerland wat verdienen wil, moet je niet fijn gevoelig wezen, jongen. Maar je wil wat meepikken, hè? Ja. Misschien hebben we wat voor hem.
Harry? Misschien wel. Als hij zijn bek kan houden, tenminste. Hebben jullie toen die keer in Samarang er toch ook niet bij geluisterd? Met die autobanden. Maar waarom zou ik nou mijn bek moeten halen? Ik dacht dat... Jij denkt te veel. Ik heb nog een autootje. Ja? Bes. 3 bier. Die lakens eventjes stellen? Ja. Wat een bof, hè, dat ik vrij kom krijgen. Alleen kom je er nooit doorheen? Nee, het is verschrikkelijk en het moet nou allemaal zo vlug. Oh, kindje, hier. Deze handdoeken en die theedoeken moeten ook mee, hoor. Ja. En hier, wat... Oh, dat is een sloop. Nou, die is zo erg kapot. Kan ik beter mijn weg doen. Moeder, wat ben je van plan in Australië? Dat is jouw eerste jurkje. Nee, dat kan ik niet wegdoen. Zeg, lieverd. Vertel eens, hoe is het nou? Lukt het met Jim? Oh ja, Jim is een oude relatie van hem tegengekomen die waarschijnlijk werk voor hem heeft. Waar hij flink wat mee kan verdienen. Oh ja, het lukt wel. Gelukkig, want we durfden de laatste tijd eenvoudig niet meer naar te vragen. Weet je, schat, misschien kan Jim wel gauw nakomen. En dan trouwen jullie daar. Ik zag laatst in een tijdschrift een foto van een heel klein houten kerkje in Australië. Daar zou ik in willen trouwen. En dan maak ik een mooie jurk voor je, een witte. Mag ik even binnenkomen? 1 minuutje maar. Als je maar niet naar de rommel kijkt. Oh, daar moet hij maar aan wennen. Ik word vast een slechte huis van. Hoe is het gegaan, Jim? Oh, best. Ik heb die relatie gesproken en hij heeft iets voor me te doen. Het komt nog allemaal best in orde. Wat is het voor werk? Moeilijk? Nee, het heeft iets met export te maken. Het betaalt heel goed. Maar ik wou eigenlijk zeggen dat we vanavond niet uit kunnen. Ik heb een afspraak, zie je, in verband met dat werk. Oh. Nou ja, dan gaan we een andere keer. Film draait nog de hele week. Fijn hè, dat je nou geld verdient. Ja nou. Maar ik moet nou verder. Ik zie je morgenavond hè. Nou al. Ja. Dag. Hij krijgt het best voor elkaar, denk je niet moeder? Hoi joh. Nou, tot ziens Jim. Waar naartoe, heren? Rijd u maar eerst naar de Prins Hendrikkade. Kent u de weg in de haven, chauffeur? Ja, meneer. Ik droom er zo wat iedere nacht van. Oh. Wij moeten naar de Erfskade. Erfskade? Is dat niet in de buurt van de Handelskade? We zullen u wel wijzen. Ja, er zijn van die hoeken waar je nooit komt, hè? Nee, niet. Een stukje? Nee, ik rook. Maar weet jij wat voor wagen hij heeft? Morris, geloof ik. Van 36. Nou, dan hoop ik maar dat hij er vlot mee wegkomt. Oh, Jim is een handige jongen. Ja. In Indonesië was hij niet zo handig. Het is toch goed dat we hem dat kaartje gegeven hebben. De chauffeur hier wist ook niet eens waar de escade is. Chauffeur? Ja, meneer. Van hieraf, rechtuit. Ja, meneer. Als hij zijn mond nou maar houdt. Vooral tegen die griet van hem. Dag.
eens een avondje thuis? Ja. En waar is Jim dan heen? Oh, hij is even werken voor een relatie van. Ik heb alle papieren vast ingevuld. U hoeft alleen maar uw handtekening te zetten. Wat zeg je? U hoeft alleen maar uw handtekening te zetten. Het is voor het Australische consulaat. Nog meer papieren? Het houdt niet op. Wacht, mijn vader, ik heb liever best. Kom jij erom? Ik lag in de garage. Ik geloof dat Jim het verloren heeft. Heeft Jim jou niet gezegd waar hij heen moest? Hij was maar even hier. Hij had een erge haast. Je koffie staat klaar, jong. Nee. Nee, ik moet nog even weg. Wat is er met vader? Hij heeft zijn koffie niet eens opgedronken. Alles oké, okay, Jim? Aha, goed. Hou je klaar en kijk uit. En wacht op we terugkomen. Hoe weet u? Wat bedoelt u? Ik bedoel dat ik gehoopt had jou hier niet te vinden. Ik heb hier een afspraak. Mooie plek voor een afspraak. Nee, jongeman, dat is een vuil zaakje. Jij bent aan het knoeien, Jim. Nee. Lieg niet tegen me. Het is geen vuil zaakje, hebben ze gezegd. Oh nee, een afspraak op zo'n afgelegen plek. Is dat geen vuil zaakje? Idioot. Smokkel is het. En smokkel, dat is diefstal. Dat is iets voor luie leeglopers. Die te beroerd zijn om te werken. Niemand heeft een baan voor me. Ik heb van alles geprobeerd. Mm. Ik moet toch iets verdienen? Ik wil mee, ik moet emigreren. Heus, ik heb van alles geprobeerd. Zo, heb jij van alles geprobeerd? Nou, dan zul je het verbrengen op deze manier. Ik zal jou eens wat zeggen, jongeman. Weet je wat jij nodig hebt? Een vader. Maar dan een die je op je donder geeft. Begrijp je? Wat denk jij nou wel? Snotneus. Omdat het jou een beetje tegenloopt in je leven. Dat je maar een beetje kan gaan knoeien. Jij komt in Australië. Maar dan op een fatsoenlijke manier. En vooruit. Nou was de bliksem opgedonderd. En naar mijn huis. Daar wacht je nog, want ik heb nog iets met je te bepraten. Wat, schiet op. En bek dicht. Ik kom zo. Net wat ik dacht, schofte. Geen stap, vader. Wat moeten jullie hier? Jim is weg, die heb ik weggestuurd. Verrekker, is die taxichauffeur. Met wat jullie hier uitvoeren wil ik niks te maken hebben. Maar één ding. Jim laat jullie verder met rust. Goed begrepen? Anders zijn jullie zuur. Is dat duidelijk?
zo. Dat hebben we alweer gehad. Het bijzondere kan zo mooi zijn, hè? Eugène, ik had je niet meer verwacht. Hoe was het werk? Maar dan moet ik toch echt gaan. Ik heb me al zo lang opgehouden. Maar ja, als je over het bijzondere begint, raak je niet uitgepraat. En nog wel bedankt voor uw heerlijke koffie. Veel vanavond. Ik? Ik begrijp niet waar vader heen is. Ik ga even sigaretten halen in de automaat. Wat is er toch met hem? Het is een reu, Ja, ja, dat weet ik wel, het is een mannetje zo, zover zijn we hier nog wel, hè. En hij komt als u roept, en waarom roep je hem dan niet? Hoe zegt u, heet hij? Hoe ze wat? Oh, gewoon hoesemoesie. Ja, dat is gewoon, hè. Nou, ik heb hem, hè. Nee, ik bedoel, ik heb hoesemoesie opgeschreven. Nee, wij hebben zo die hond niet. Zo. Nou zal ik het doorgeven. Aan meneer Kaasjager natuurlijk. Wie is dat nou weer? Dat is de hoofdcommissaris persoonlijk. Die is gek op hondjes. Nou, daar, hè. En u, meneer? Ik zoek iemand. En meneer Amstel, Piet Amstel, een taxichauffeur. Vermist sinds? Sinds twee uur geleden. Twee uur geleden pas? Ja. Dan is je een aardige kennis tegengekomen of even een lollig vrachtje. Hij is de haven ingereden. Als hij de haven ingereden is, dan moeten we het reggen. Hij is naar de haven gereden, naar de Erftskade. Er is misschien een ongeluk gebeurd. Erftskade? Ja. Dat is een eind weg, hè. Maar wat wou u nou eigenlijk hier komen vertellen? Anders stuurt hij altijd een boodschap als hij naar diensttijd uit moet blijven. We maken ons ongerust. Er kan wel eens iets gebeurd zijn in die buurt. Oh. Hier bureau Warmoestraat. Zeg, is bij jullie ook iets bekend van een taxichauffeur? Hoe is dat nou weer? Piet Amstel. Amstel Piet. Nummer van de taxi? 326 of 327. Nummer van de taxi, 326 of 327. Dus Amstel Piet, 326, 327. Hè? Ja. Ja, ik blijf even aan de lijn. Fijn, dankjewel. Bedankt voor de inlichtingen. Daar. Hij is terecht. U kunt hem vinden in het binnengasthuis. In het binnengasthuis? Ja, een overval. Ik had die kerel 's middags al gereden, zie. En toen vroegen ze me of ik 's avonds iets extra's wou verdienen. Een ritje naar de haven. Nou, ik denk dat kan ik net gebruiken, hè. En ik erop af. Ik dacht natuurlijk dat het oké was, maar... Zo was ik eraan kwam, toen had ik al in de gaten dat het een vieze zaakje was. Ik zeg tegen die kerel, ik zeg broer, voor zo'n zaakje ben je van mij een verkeerd adres hoor. Nou, daar leg ik nou. Kom jongens. Jongens, zetten jullie nog niet van die tragische gezichten. In een weekje ben ik weer thuis, heeft de dokter gezegd. Ik heb een harde kop. Dat zegt moeder tenminste altijd. Verdorie. Dat is waar ook, dat denk ik ineens aan. Over een paar dagen is die veilig van die spulletjes van ons. Hoe moet dat nou? Daar moet ik toch bij zijn, dat is toch geen vrouwenwerk?
kalm nou maar. Jij moet je rustig houden. En wij maken die veiling toch in orde, hm? Jim is er ook. Er is dus toch een man bij. Ja, natuurlijk. Jim is er, hè? Jongen, zolang als ik hier ben, ben jij het hoofd van het gezin. Staatsfondsen flauw gestemd? Nee, hier. De Sociaal-Economische Raad heeft me het over... Nee, dit. Overval op Amsterdamse taxichauffeur. Nou en? Zeg, dat is onze taxichauffeur. Gisteravond is in de Amsterdamse haven een overval gepleegd op de taxichauffeur Piet Amstel. De dader wist in de duisternis te ontkomen. Het slachtoffer is met een hoofdwonde opgenomen in het binnengasthuis. Is hij veranderd, hè? Hoe is het nou? Ik mag niet mopperen. Het is aardig aangekomen, hè? Ja, drie trappen af. Drie trappen? En een pendule na. Heeft hij het nou over een pendule? Zeg, ik geloof dat we het verkeerde ongeluk te pakken hebben. Daar ligt de goeie. Hallo. Dag, meneer Walden. Oh. Hallo, dag Amstelkeer. Hoe gaat het ermee? Nou, ik mag ook niet mopperen, hoor. Nee, binnen een week is het wel bekeken. Ja. Ja, dan een moeder de vrouw. En dan naar Australië, hè. Naar Australië? Ja. Toch niet met die oude rammelkast van je? Nee, de taxi en de inboedel, die gooi ik op de veiling, ziet u. Ik heb geld nodig voor de passage. Alleen alsof dat ik nou net hier lig, hè. Want die veiling, daar had ik wel graag bij willen wezen. Die moet centen opbrengen, anders kom ik niet weg. Zo, u gaat dus emigreren? Ja. Nou. Dat is een behoorlijk avontuur, hè? Heel Holland gaat emigreren. Binnenkort spelen wij voor lege zalen. Nou, dan lijkt het me niet gek als u ook overkomt. Ik denk dat we daar wel eens behoefte zullen hebben aan een avondje lachen. Ja. Ja, als die veiling nou maar voldoende ombrengt, dan komt alles wel in orde, zie je. Ja. Het leven draait verder, hè? Het is net een taximeter. Tenminste, net zo duur, hè? Ja. Nou, Amstel. Hoi, Tuin. Meneer Walden. Alles komt wel terecht. Heer Amstel, een appeltje voor de das, jongen. Nou, meneer Muizelaar, heren, hartelijk bedankt, hoor. Vreselijk aardig dat u eens even gekomen bent. Nou, het beste, hoor. Tot ziens. Attentie, dames en heren. We beginnen aan de vrijwillige openbare veiling ten laste van de heer P. Amstel wegens zijn vertrek naar elders. We veilen dus een prima automobiel, die staat buiten. Woonkamermeubelement, slaapkamermeubelement, keukeninventaris, damesrijwiel, wasmachine, een piano in staat van nieuw, lampen, karpetten, dekens, kussens, beddengoed, kunstvoorwerpen en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. Wie zet er 35 gulden op de buffet? Nou, kom nou, niet allemaal tegelijk. Is het prima buffet, mensen. Old finish, zo goed als nieuw. Nou, kom nou, mensen. Wie doet er nou een bod op dat prachtbuffet? Geen meneer. Zet u 35 gulden op dat prachtige buffet. Je laat je niks anders smeren, hoor, jongen. Ik heb wel een veel beter stuk gekocht. Mijn cliënt. Die kinderen komen alleen maar voor het ledikant. Draai dat er even gauw doorheen, dan kunnen wij naar huis. Ja, kalm aan, meneer. Alles op zijn tijd, hoor. Nou, komt er geen bod op dat buffet? Niemand 35 gulden op dat pronkje wil van het buffet? Teruggenomen dan. Ries, zet het even weg, jongen. Dan krijgen we nummer 2. Origineel schilderij. Daar staat het. Op linnen. Bloemlinnen fraas. Net echt. Die zou ze zelf lukken. Een gouden, zware lijst. Kunst is niks voor mij. Kunst aan de muur. Heren, dat was een huis. Dat ben er nou echt angst. Kijk. Nou, die doet er een bord. Dat is hem nou. He? Heeft er niemand wat voor de kunst over? 7 gulden hebben gezegd.
Nou, die missie niet. Het hoeft toch ook niet? Niemand meer dan 7 gulden? Maar beginnen die jonge lui is het goed genoeg. We krijgen het zwart voor niks, moet je opletten. Een prima zijn. Heb jij nou? Ach, meid. Het wordt niet eens zo duur. Ja, maar. Het is zo oud. Die zetten we neer voor 3 gulden. Ik had me wat anders voorgesteld. 3 tien. Iets wits. Wie meer dan 3 tien? 320. Ik wou het zo graag mooi houden tussen ons. Het wordt toch zeker niet helemaal in het nieuw? Ik wil al helemaal niet meer. Wie meer dan 340? Als je er nu op staat, wil ik er wel een nieuw lampje bij kopen. Jij denkt alleen aan de goedkoopte. En nooit iets aan mijn gevoelens. Allemaal. Beste haar, dames en heren. Merk goed in. Ontzettend, wat gaat het langzaam. Straks gaat het wel beter. Kom, dames en heren. Nou, ik kan het niet aanzien. Nou, lieverd, ga jij dan maar de boodschappen doen. 27. Het is ook verschrikkelijk, die boel die brengt toch niks op, zo. 30. Nou, blij dat vader er niet bij is, hoor. Hij brult de hele winter, staat erop. Niemand meer dan 31,50. Niemand meer. Voor die stoel, meneer. 15 gulden hier. 15 gulden, is dat inclusief? Wat nou? Inclusief de motten. Nee, ik laat je erbij cadeau. 15 gulden voor meneer, geboden. Wie meer dan 15 gulden? Niemand meer? Verkocht. Ja. Voor je oude dag. Wat moet ik ermee doen? Wat ik ermee moet doen, opgezitten natuurlijk. Ik zal hem even opzetten. Ja, doe jij dat nou even spot. Zeg, pak ik je neus, anders komt hij ertussen. Nee, hij is zo flink in die dingen altijd. Neem hem nou voor onderen. Hè. Lekker makkelijk stoel. Ja. Nou, kom jongen in één hoor. Ja! Dames en heren, we krijgen nu nummer 23. Een damesrijwiel. Wie zit in? 5 gulden geboden daar, wie meer dan 5 gulden? 6 gulden. 6 gulden geboden daar, wie meer dan 6 gulden? Ja, 7. 7 gulden geboden daar, wie meer dan 7 gulden? Niemand meer dan 7 gulden? Ah, maar dames en heren, dat is toch geen bieden? Meneer de veilingmeester, gaat u er nou eens even bij zitten, dan nemen wij die zaak wel eens even over. Mag ik je broertje er ook bij? Dames en heren, terwijl de veilingmeester even gaat uitblazen, nemen wij beter deze veiling wel even over. Mensen met het hart op de rechte plaats. Zit links. Ik dacht even niet voor de opmerking. Mensen, met een hart in uw boezem. Het gaat om de toekomst van de chauffeur Piet Amstel, slachtoffer van een misdadige aanslag. S'avonds at hij nog een heerlijk broodje pekelvlees en s'morgens lag hij met een gedeukt heuft in het ochtendblad. Wie biedt er voor deze bicycle, dames en heren? 15 gulden. 25 gulden is toch niets voor zo'n fiets? Hij trapt voor en achteruit. Maar nou even je mond. Dames en heren, laten we toch één ding niet vergeten. Deze man zwoegde van de vroege morgen tot de late avond om het geld te verdienen voor zijn emigratie. Maar een late onverlaat plaatste zich tussen hem en Australië. Dames en heren, wie biedt? 60 gulden. 70 gulden, 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 70
We zagen hem liggen in het binnengasthuis. Die fiets? Amstel natuurlijk. Ja, hij was in de wolken. Van de chloroform. En nu ligt hij in zijn legerstede te woelen. En te wachten op het ogenblik dat hij nieuws krijgt van deze veiling. En de koorts stijgt steeds hoger en hoger. Zo'n thermometer, dames en heren. 240, 350, 360, 370, 380, 390, 300, 301 maal, 300 maal, niemand meer aan 300, gulden. Nou, we gaan verder. Ik zie daar buiten de ploeg van de veiling staan. Een monument. Een prachtstuk. Een sieraad zowel voor het stadsbeeld als voor het museum. Tempo, tempo. Waar zijn de sterke mannen die even helpen dat apparaatje binnen te brengen? Ja. Ik zeg, waar zijn de sterke mannen?
Oh, ik ga al. Dames en heren, dit is dan de taxi van de chauffeur Piet Amstel. Een pracht van een wagen. Deze wagen loopt 1 op 9. 9 liter olie op 1 kilometer. Voor en achter nieuw op de banden. Het is de beroemde taxi waarin zich het sensationele drama heeft afgespeeld. Ben jij al hier? Ja, komt in het ziekenhuis niet meer uithouden. Nee. Alle deuken van het Erfschade-mysterie bevinden zich nog in de carrosserie. En deze unieke wagen wordt aan de koper afgeleverd met 2 originele bloedvlekken op de koplampen. Dames en heren, deze wagen zet ik in op 2000 gulden. Wie doet er een bod? 2000 gulden. Ik zal Muizelaar zeggen dat je er bent. Wat kan een mens vandaag de dag nog kopen voor 2000 gulden? Is er niemand? Ah, ik zie een arm. 2000 gulden eenmaal, 2000 gulden andermaal, derde maal, verkocht. De auto was voor die meneer die aan die arm vastzit. Meneer, mag ik u even zien? Luister. Naar wat? Het geluid van de regen. Die stilte. Het regent hier altijd. Daar haast nooit. Dat is tenminste een vooruitgang. Oh nee, ik hou van de regen. Vanmiddag toen ik het op die veiling niet meer kon uithouden, ben ik in de regen gaan lopen. Ik was erg verdrietig, maar toen werd ik helemaal kalm. De regen is zo stil en zo zacht. Nee, ik zal de regen missen. En dan? Ik zal alles missen. Vooral als jij nog niet bij me bent, zul je gauw komen, Jim. Heel gauw. 2 of 3 maanden. Misschien kan ik wel vliegen. Dan ben ik er zo. Hier. Heb je een foto van me? Dat denk je nog eens aan. Wat een grote. Kijk, daar zit je hart. Oeh, wat heb jij een zwarte ziel. Weet je, ik schiet al flink op met de papieren. Jim. Ik zou niet gaan als ik niet wist dat jij vlug nakwam. Ik geef niks om dat nieuwe land. Alleen als ik weet dat dit jouw toekomst is. Onze toekomst. Jouw vader is een prachtkerel. Mm-hmm, hij is een schat. En je weet dan niet half hoe geweldig hij wel is. We zullen hem vlug af kunnen betalen, denk je niet? Ik zal ervoor werken als een paard. Met zulk weer is het nog maar fijn als je gezellig thuis zit, hè? Ze zeggen altijd, eigen hart is goud waard. Onze hart heeft maar 31,50 opgebracht. Nou, maar dat was voordat we al een Muizelaar er waren, hoor. Neem me niet kwalijk. De deur stond open. Ik ben maar doorgelopen. U had gezegd dat ik nog eens terug mocht komen. Oh, wacht eens even. U komt voor... Ja, voor een verzekering. Ja, ja, ja. En ziet u, we leven in een onzekere tijd. En we moeten aan de toekomst denken. Maar ik zie, de familie gaat verhuizen. Dan kom ik zeker ongelegen. Nou, dat niet direct, maar ik heb aan de toekomst gedacht. En daarom gaan we emigreren. Emigreren. Mag ik even gaan zitten? Ja, natuurlijk. Met een koffie. Emigreren. Ja, dan valt er niets te verzekeren. Dat is een avontuur waar geen verzekering voor bestaat. Ik kan alles verzekeren, maar dat niet. Emigreren. Daarvoor is de enige verzekering geloof in eigen kracht. Hoop op voorspoed en wat liefde om je er samen doorheen te slaan. Alleen als je dat meedraagt, kun je vol vertrouwen aan boord gaan. Thank you.
schip vaart af, de avond in, de verte tegemoet. Een einde wordt een nieuw begin, vol kracht en goede moed. De torens van de oude stad slaan voor het laatste tijd. Het land dat weinig ruimte had, lijkt nu opeens zo wijd. Sterren stralen overal, hun glans verlaat je niet. Dit licht is wat je troosten zal, voor wat je achterliet in het oude vaderland. Want waar je ooit de hemel ziet, staan sterren in het heelal. Ook in de landen aan de oorlog.